Daar komen die Bas en Adriaan. Gaan we de baas vertellen. Adriaan, waar is nou de uitgang? Volgens mij staat de uitgang. Ik dacht dat hij daar was. Nee, daar. Kom maar. Hallo vriendjes en vriendinnetjes en fijn dat jullie er zijn. We hebben een mooie reis gemaakt door het westen van Amerika. Bijna dezelfde route die Bassie en Adriaan 26 jaar eerder ook al maakten voor hun reis vol verrassingen. Onderweg bezoeken we tientallen opnamelocaties en die ga je allemaal zien in deze serie. We starten ons bezoek aan San Francisco in het park waar Bassie en Adriaan uitzicht hadden over de stad. Ja, natuurlijk, Omar, wat is er? Eigenlijk stonden de heren naar het gas te kijken, want de stad lag toch echt achter hen. Vanuit het park maken we een flinke wandeling door de stad. En we lopen via het stadhuis van San Francisco het centrum in. Na een drankje in het centrum lopen we door Chinatown. Vele Chinese restaurants en winkels zijn hier te vinden. Het lijkt alsof je door een grote Chinese stad loopt. Overal zie je Chinese versieringen en pagodedaken en op de achtergrond hoor je Chinese muziek. San Francisco is gebouwd tegen steile heuvels en dat merken we zodra we de weg van de kabeltram volgen. Zo'n kabeltram komt ons voorbij rijden en dat levert een heel herkenbaar beeld op. Iets hoger op de heuvel ligt het behoorlijk luxe en historische hotel waar Bassie en Adriaan in het verhaal verbleven. Het hotel Fairmont San Francisco. Waar staat de auto, Adriaan? Die staat in de garage en daar blijft hij de hele dag staan. We gaan wandelen. Hey, hebben jullie het gehoord? Jullie mogen vandaag wandelen. Een heel stuk hoger op de heuvel vinden we de zeer toeristische Lombard Street. Nello, deze keer krijgen we ze te pakken. Oh, is het ontvallend. Ze moeten altijd blijven. Het eindpunt van onze wandeling is Pier 39. Hier liggen de Californische zeeleeuwen die deze pier hebben overgenomen sinds 1989. Het is een toeristisch gebied geworden met veel winkels, restaurants en enkele attracties. De volgende dag bezoeken we de Golden Gate Brug. Ook hier is het behoorlijk druk, maar het is wel leuk om dit icoon van de stad, de poort naar de Golden Gate, met eigen ogen te bekijken. We zien hier ook de dikke kabel die uit honderden kleine kabels bestaat. De Golden Gate hangt aan kabels die zijn bijna 1 meter doorsnee. Allemaal magisch wat dik zeg, nou dat had ik nooit gedacht. We nemen de bus terug naar het centrum en pakken de boot naar het gevangeniseiland Alcatraz. De bootreis duurt een kwartier. Op dit eiland was in de 19e eeuw een militair fort gevestigd. Het diende enkele jaren als militaire gevangenis en uiteindelijk werd het een federale gevangenis waar grote misdadigers werden opgesloten. In de gevangenis kun je zien hoe klein de cellen waren en dat ontsnappen onmogelijk was. Er zijn wel pogingen gedaan om te ontsnappen en de sporen daarvan die kun je nog altijd zien. Waar is nou de uitgang? Volgens mij staat de uitgang. Het moet frustrerend zijn geweest voor de gevangenen om de stad San Francisco te zien liggen. Daar was het leven. Zo dichtbij, maar geen mogelijkheid om er te komen. Het celblok waar de boeven worden opgesloten is niet toegankelijk voor toeristen tijdens ons bezoek. Het heeft ook niet lang als isoleerblok gediend, omdat de Amerikaanse wet wijzigde en deze vleugel van het gebouw vooral als opslag werd gebruikt. De isoleercellen die wel gebruikt werden, liggen aan de andere kant van het gebouw. We nemen de boot terug naar de stad. Op het rustige deel van Pier 39 bouwden Bassie en Adriaan hun eigen terras. En hier schreef Bassie de route op een papiertje die wij ook gaan rijden in de komende weken. Dus eerst naar het Yosemite Park. Het tankstation waar Bassie en Adriaan gaan tanken ligt op de weg naar het Yosemite Park. De naam is nog altijd dezelfde, de Don Pedro Market. We starten ons bezoek aan het park bij de hoge bomen, de Giant Sequoias. We maken een wandeling van een uur en zien bij de ingang meteen de grote omgevallen sequoia liggen.
De meeste opnames van Bassie en Adriaan zijn gemaakt rondom The Bachelor en The Three Graces. Ook hier is het lied Wij zijn nietig opgenomen. Wij zijn nietig, oh wat zijn wij pieperklein. Tussen al die grote bomen lijkt het of wij dwergen zijn. Wat groot, het lijkt wel of wij dwergen zijn. We rijden verder door het park naar de vallei en komen onderweg langs een aantal fraaie uitzichtpunten. Dit was ook het uitzicht van de boeven toen ze zonder benzine kwamen te zitten. In de vallei van het Yosemite Park kun je enkele watervallen bezoeken. Wij zijn er in het voorjaar en dan zijn de watervallen het mooist vanwege het smeltende ijs in de bergen. We maken, net als Bassie en Adriaan, een boswandeling naar de Yosemite Falls. Dat is een hele hoge, dubbele waterval. We eindigen onze dag met een bezoek aan het uitzichtpunt Valley View. Het weer begint opeens om te slaan, dus we rijden snel terug naar ons hotel. We overnachten in een skiresort op grote hoogte, waar hier en daar nog meer dan een meter sneeuw ligt. De volgende dag zullen we door de woestijn rijden. En dat is best een gek idee als je hier loopt. In de volgende aflevering reizen we verder naar de Death Valley, Las Vegas, het Zion National Park, de Bryce Canyon en naar Page. Tot de volgende keer!